Zombie is een film vol visual effects. We hebben heel veel op de set kunnen doen, gelukkig. Maar uiteindelijk was het ook nodig om gewoon heel veel digitale effecten toe te voegen. En we hadden van tevoren een breakdown gemaakt voordat we gingen draaien. En we kwamen uit ongeveer 150 shots die dan nodig zouden zijn om het verhaal te vertellen. We hebben toen de hulp ingeschakeld van twee geweldige visual effects huizen, namelijk Shosho en Lucky. Die hebben allebei een gedeelte van de film op zich genomen. En die zijn aan het werk gegaan en hebben ons dagelijks verrast met geweldige shots. Hey, ik ben Martijn, ik ben van de visual effects studio Shosho. En wij werken samen met Lukien, een andere postproductiestudio, werken we aan de visual effects voor de Zombibi-film. Wat inhoudt dat wij voor de film grote explosies doen. De impact van de satelliet die in de film instort. Alle satellietshots waarvan je vanuit de stad een point of view hebt richting het gebouw waar die op staat. Er is een vergezicht in de stad en die is gedraaid ergens in Amsterdam-Noord. En aan dat shot hebben wij allemaal extensies toegevoegd, zoals dat er helikopters voorbij vliegen die richting de safe zone gaan. Daar staan in de achtergrond staan er wat gebouwen in brand. In de voorgrond liggen de auto's en puin die allemaal zijn toegevoegd. En er is echt een doorkijk gecreëerd, zeg maar, om naar de kijkrichting van de safe zone te gaan kijken die in de film zit. Op het dak is er een scène waar de satelliet op komt te staan. Dat is een van de, wij zitten in de eindscène. En daar lopen de acteurs die lopen voor een prop van de satelliet. Die is daar letterlijk op het dak gebouwd. En die satelliet gaan wij verder extenden. Dus daar is op gelet, zeg maar, dat de acteurs, om het, de snelheid erin te kunnen houden in het postproductiewerken, niet boven een bepaalde rand uitkomen van de prop. Zodat wij daarboven ook veel makkelijker de uitbouw van de satelliet moeten doen. Zodat wij niet de acteurs hoeven te rotoscopen, wat een redelijk tijdrovend klusje zou kunnen zijn. Tijdens de draaidagen zijn er een aantal plates gedraaid van de stad. En daarin gaan wij dingen weghalen. We maken gebouwen kapot. We voegen rook toe. We zetten er wat vuur bij. Er zijn wat helikopters die voorbij vliegen. Die richting een safe zone gaan om het verhaal te kunnen vertellen. En er zijn wat elementen weggehaald. En er zijn wat elementen toegevoegd om een apocalyptische sfeer te creëren waar de film zich in afspeelt. Mijn naam is Raymond Viveen. Ik ben de visual effects supervisor geweest voor Zombibi bij Lukien. En wij hebben eigenlijk de gore en splatter voor onze rekening genomen voor Zombibi. Nou, de meest complexe scène die we hadden was de Jeffrey scène. En daarvoor hadden we een hele leuke shoot gepland, namelijk al met meloenen. Ik heb echt iets echts nodig om die Jeffrey-scène zo goed mogelijk naar voren te laten komen. En ja, zoals het dan bij ons werkt, een paar dagen later hadden we compleet greenscreen studio tot onze beschikking. Volledig ingepakt in plastic. Martin, onze special effects man, die had een rig gebouwd. Er was een stalen pijp met gaten erin, waarin meloenen opgeplaatst konden worden en dus opgeblazen konden worden. We hebben dus heel veel praktisch gedraaid. Tussen elke pompoenentake door hebben alle stukjes weer opgepakt. En dan gingen Mark en ik, Mark Otte en een andere compositor, gingen allemaal stukjes door beeld heen gooien. Links, rechts en wat dan ook. En dat zijn dus alle stukjes die je terugziet in de film. Niet alleen in de Jeffrey scène, maar ook in elke schietscène in de hele film door. Alle stukjes door beeld heen vliegen zijn dus allemaal stukjes meloen. We hadden ook een varkensbuik tot onze beschikking, van 4 centimeter dik. En het probleem daarvan is, daar is echt niet doorheen te komen. Ook niet met die 200 bar. Dus op een gegeven moment hebben we dat helemaal kapot gesneden om maar wonden te kunnen creëren die we later dus op mensen konden gaan zetten. Want dat was hetgene wat we nodig hadden. Want het originele materiaal, de mensen staan allemaal te schudden, maar er gebeurt niks. Er zijn geen bloedzakjes of impacts of wat dan ook te zien. Dus dat moest allemaal achteraf gemaakt worden. En daarvoor hebben we dus de meloenen gebruikt voor ontploffende hoofden, maar ook gewoon voor in de menigte zelf gewoon ontploffingen. Zodat het in ieder geval maar leek dat er wat met hun gebeurde. Ze hadden op de set allerlei opnames gemaakt van
eerst de groep daar neer, dan daar, dan daar. Die takes die combineren we uiteindelijk. Dus je moet daadwerkelijk echt mensen gaan liggen uitknippen, zodat ze echt voor en achter elkaar staan. Oké! Stel dat je undead, motherfuckers! Op de set hadden ze wel een echte, daadwerkelijk echte gun gemaakt. En Jeffrey schudde ook wel alsof hij werkte. En hij draaide ook, maar er kwam geen rook uit, er kwam geen vuur uit. Er kwamen geen kogels uit, er kwam geen lichtterugslag op hem verder, natuurlijk van de vlam. En dat hebben we dus uiteindelijk allemaal achteraf gedaan. Reinier en Ron die hebben bij ons op de 3D-afdeling een 3D-vlam gemaakt. Ze hebben de originele gun nagebouwd, over het beeld heen gelegd, zodat de vlam altijd op de goede plek zit. En zo dus voor elk shot vlammen gemaakt voor Jeffrey. Na het dupliceren van zombies, na de gun, was er ook nog wonden op mensen. En er is één scène waarin ze dus op een gegeven moment helemaal op de grond liggen. En dan moesten ze dus helemaal kapot geschoten zijn. Nou, Ron heeft daar, zou ik maar zeggen, alle wonden opgezet op de mensen. Zodat ze dus daadwerkelijk ook gewoon neergemaaid leken. En Reinier heeft daarna met de zombies die opstaan alle 3D-modellen gemaakt. Van interieur van mensen met ingewanden en hoofden en kaken eraf. En dan hadden we echt wel The Walking Dead. Toen we aan Zombibi begonnen, we hebben een breakdown gemaakt samen met Shosho om te kijken van wat wordt de verdeling. Uiteindelijk is daar een shot aantal van 150 uitgekomen met het grote 3D-werk voor Shosho en de splatter dan voor Lekien. En uiteindelijk zijn het er bijna tegen de 500 geworden. Maar we hebben er met alle plezier aan gewerkt. En het blijft gewoon een jongensdroom om met zombies te mogen werken. We wilden een spectaculaire zombie-actie-comedy maken. Iedereen heeft echt zijn beste beetje voorgezet om er iets aan tofs van te maken.